Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Boven Nederland liggen dikke wolken, met name in een strook van Noord-Holland naar de regio Nijmegen. Dat is een buienlijn en uit die buien vallen winterse buien met sneeuwval, voornamelijk op de Veluwe en in de buurt van Arnhem en Nijmegen. In het westen regent het, daar liggen de temperaturen ook wat hoger, vanmiddag is het daar 3 of 4 graden, er staat een vrij krachtige wind uit een westelijke richting. In het zuidwesten van het land blijft het overwegend droog met wat zon. In het zuidoosten kan nog altijd een sneeuwbui vallen. Vanavond wordt de buigheid minder. Het klaart af en toe wat op en al snel liggen de temperaturen in het binnenland weer rond het vriespunt. In de nacht gaat het licht vriezen en morgen komt de temperatuur maar amper boven nul. Op de meeste plaatsen is het droog. De zon schijnt vooral in de middag van tijd tot tijd. En de wind draait naar het zuidoosten. Vrijdag krijgen we dan te maken met een geslaagde dooiaanval. Uiteindelijk is het 6 tot 8 graden op de meeste plaatsen. Het gaat regenen, er is nog een kleine kans op winterse neerslag voordat de regen begint. De dagen daarna is het zacht en blijft wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.